Als je zeg maar halverwege zo'n proces ziet dat het een witte cast gaat worden, dan trek ik aan een bel. En soms vinden mensen dat dus wel lastig. Loop je ook? Ja. Oké. Ik ben Suzanne Groen en ik ben casting director. Nu zeggen! Wat die kost? Die cavia! Baka serrera, baka benita. Oh, fuck. Nu gelijk. Alles weg. Niet aan die andere heksen vertellen, oké? Okay? Ik zweer het. Ja. Ik ben Michiel van Jaarsveld. Ik ben regisseur en scenario-schrijver van dramaseries en speelfilms. Albert, heb je gehoord wie Kok gaat opvolgen? We gaan er een prachtige campagne van maken. Hoe ben jij de hele kinderhond? Je was er toch je blij, dat is een fucking snel! Binnen kan ik iedereen beschermen, maar buiten niet. Wij gaan samenwerken. Ik ga je vertellen wat we gaan doen vandaag. Op tv en in films is er nog steeds niet een gelijke verdeling tussen mensen van kleur en witte mensen. Mm-hmm. Daar gaan we het over hebben vandaag. We gaan zo meteen een fragment kijken en dan gaan jullie daarover in gesprek. En ik ben heel benieuwd naar de verschillende perspectieven die jullie daarin meenemen en wat jullie van elkaar kunnen leren en wat wij van jullie kunnen leren. Hi. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we naar het fragment kijken wat ik heb uitgekozen? Ik ben heel benieuwd. Ja, laten we doen. Ik ben heel blij dat ik met jou dit avontuur ben aangegaan. En als ik zo rondkijk, dan denk ik dat we het goed gedaan hebben samen. Benno, zo creatief. Je was altijd een echte gangmaker. Oh. Wie had kunnen bedenken dat je daar nog eens je brood mee zou verdienen? Hm. Iris. Jij bent net zo ondernemend en vastberaden als je vader. En net zo opvliegend, hè? Mag ook wel even erbij gezegd worden. En Dirk. Mijn bijzondere, bijzondere jongen. Mam, ik ben 32, ik ben geen jongen. Maar je bent wel bijzonder, Dirk. Ja, je bent bijzonder, bijzonder. Ja. Benno. En Eva, ons cadeautje. Hoe jij je eigen weg gevonden hebt, met al je talenten en tegenslagen ook. Daar heb ik ontzettend veel bewondering voor. En natuurlijk de drie beste paarden van stal. Mijn prachtige kleinkinderen. Super trots ben ik op jullie. Als je ouder wordt, dan besef je steeds meer wat een rijkdom het is. Familie. Het is eigenlijk het enige wat er echt toe doet. Ik vind het geweldig. Omringd te zijn door degene die we lief hebben en vertrouwen. Jack. Je bent het beste maatje dat ik me had kunnen wensen. Op ons. Op de familie. Op jou, mam. Proost. 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 Wat heb je gezien? Ja, wat heb ik niet gezien? Toch, eigenlijk? Ja. Ja. Ik denk dat we hier naar zitten te kijken omdat het karakter gespeeld door Werner Kolff niet wordt geïntroduceerd of niet wordt bij naam wordt genoemd aan tafel, in dit geval. Ja. Dat is in ieder geval wel iets wat me opvalt. Het is wel waardoor ik ga denken, misschien is hij aangetrouwd en niet alle aangetrouwde familieleden worden genoemd door deze moeder die eigenlijk alleen haar kinderen benoemt. Ik zit nog niet zo in die serie dat ik... Nee. Dat ik weet wie aangetrouwd en wie... Nou goed, de kinderen zijn natuurlijk... Ja, en dat valt natuurlijk heel erg op. Ja. En ik ging nadenken over... wat vind ik soms lastig in mijn werk... in combinatie met de kleur of de gekleurde acteurs. En toen moest ik hier wel aan denken... van los van dat het een hele goede serie is... en dat het inhoudelijk allemaal klopt... merk ik dat vooral de laatste tijd dat je de bijrol, die in dit fragment letterlijk niet zeggend is, dan ingevuld door een zwarte acteur. Omdat je toch het gevoel hebt, iedereen toch het gevoel heeft, er moet ergens kleur in. Ja. En dan voelt het voor mij best wel geforceerd.
Ja. En dat is, dit is een voorbeeld, maar dat gebeurt best wel vaak, vind ik. Dat je dat het nog steeds een excuusrol is eigenlijk. Ja, je voelt... Ik vind dat dit is een heel ongemakkelijk beeld eigenlijk. Maar misschien ook omdat ik er dus vanaf het begin af aan bij kom, ben. Mm-hmm. En er wel over nagedacht wordt. Op het moment dat de vaderrol gespeeld zou zijn door een zwarte acteur, heb ik natuurlijk een heel ander palet. Ja. Maar als je zegt, we gaan voor de beste acteur, kan het heel goed zijn dat het dus twee witte acteurs worden. Ja. En dan zit je dus vast aan dat hele stramien van witte acteurs. En om dan nog de kleur erin te krijgen, worden het dus van die kleine bijrollen die uiteindelijk... Misschien is het dan nog wel erger, soms. Ja, zeker. Vind je dat, begrijp je wat ik bedoel? Zeker als het zo geschreven is dat alle hoofdrollen alleen maar bedoeld zijn voor die familieleden. Precies. Op het moment dat natuurlijk wat het personage dat hier aan deze tafel een kleine bijrol heeft... elders in de serie een eigen lijn krijgt. Een ontwikkeling mag meemaken, dan voelt het al wat minder als een soort van... we moesten voldoen aan een bepaald soort... Quotum van verdeling van witte mensen en mensen van kleur. Op het moment dat het niet zo geschreven is... dat we er eigenlijk aan moeten wennen... dat we in elke rol elke potentiële kleur zouden kunnen zien. En daar zijn we volgens mij nog niet goed in. Ja. Maar ik vind het zelf ook moeilijk, hoor. Ik ben er zelf ook stappen... in aan het nemen. Mm-hmm. En eigenlijk door voorbeelden van andere films te zien. Dat je ziet van, maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je, dat iedereen zich kan identificeren uiteindelijk. Ja. Op televisie en in film. Ik denk persoonlijk echt dat, Amerika is voorbereid op Obama. Omdat Denzel Washington en... Morgan Freeman en... De president speelde. De president hebben gespeeld, zwarte presidenten. Ik denk dat dat in die zin de media of films of televisie... de weg kunnen banen voor iets waar men nog een beetje koudwatervrees voor heeft. Dat moeten we overwinnen. Dat vind ik belangrijk. Voor de maatschappij, voor ons. Ja, en dat is natuurlijk wat jij zegt. In Amerika zat kleine... Barack voor de televisie en dacht, ik kan dus president worden. Want je ziet het gebeuren. En vind jij dan... Wat vind jij dan nog lastig aan de discussie die er gaande is? Nou ja, het lastige vind ik dat wij als creatieve industrie... en noem het even kunstenaar... soms geconfronteerd worden met setjes regels. En... laat ik voor mezelf spreken. Ik ben er niet zo heel goed in om me aan te passen aan iemand die tegen mij zegt... jij moet dat en dat doen. Ja. En dan gaat bij mij onmiddellijk iets aan van... dat maak ik zelf nog even uit. Mm-hmm. Wat ik wel of niet goed vind voor deze film. Want toevallig ben ik de regisseur en mag ik in dit geval het beeld bepalen. Ja. En mag ik mijn visioen. En dat wil ik trouw zijn. En dat wordt alleen maar beter hoe meer ik daar trouw aan ben. Ja. Dus op het moment dat daar regels komen... Dat vind ik eigenlijk het allerongemakkelijkste. Wat voor regels bedoel je dan? Zeg dat er een regel is. Jij moet voor deze film de helft moeten acteurs van kleur zijn. Weet je, daar worden mij als maker echt direct een bepaald deel van een beleid opgelegd... waar ik in principe achter sta. Mm-hmm. Ik vind het heel belangrijk dat we dat Marokkaanse jongens... dat we die zien niet als drugsdealers en criminelen... maar als advocaten, doktoren, tandartsen, fantastische echtgenoten. Maar daar sta ik volkomen achter. Ik krijg het moeilijk met mezelf natuurlijk op het moment dat ik erachter kom. Voor dit project zie ik echt heel moeilijk een hoofdrol voor een acteur van kleur. Dat zou ik, dan krijg ik het moeilijk. Ja. Ja, en wat je zegt, het is denk ik heel goed. En ook daar begint het bij, dat je het jezelf elke keer weer afvraagt. En dat je het onderzoekt. Ik denk wel dat er misschien minder aan vast hoeft te hangen wat jij zegt. Dan jij in misschien voelt. In het ene geval misschien wel, in het andere niet. Nee, want wat vind je daarvan
van het idee... Het gaat niet per se om de beste acteur, maar het gaat erom dat de acteur gekleurd wordt. Is dat een... gaan we nou een bepaalde grens over? Of heb je zoiets van, dit is een goede ontwikkeling? Ik vind het een goede ontwikkeling, maar ik hoop wel dat het een tijdelijk verhaal is. We zitten nu, denk ik, toch nog wel met een soort ongelijk speelveld. Mm-hmm. Waarbij het nodig is om te laten zien dat het anders kan. Op het moment dat het niet gebeurt, er toch veel meer mensen weer in een soort makkelijke, veilige, risicoloze mode schieten. Ja. Waardoor er niks verandert. Ja. Ik vind het ook wel een uitdaging om wel een serie te casten, waarbij ze zeggen, nou, we willen gewoon de helft gekleurde acteurs. Punt. Ja. Ik maak me totaal geen zorgen over of de rollen in te vullen zijn. En ik denk ook dat we op heel veel vlakken helemaal niet hoeven in te leveren. Nee. Wat ik soms lastig vind, is dat op het moment dat je een cast aan het bouwen bent, je ergens begint, we met z'n allen afspreken, we zoeken de beste acteur, maar we laten alle kleur los, zeg maar. Als je zeg maar halverwege zo'n proces ziet dat het een witte cast gaat worden, dan trek ik aan een bel. En soms vinden mensen dat dus wel lastig. Ja? Krijg je dan tegen... Nou, en eigenlijk zegt nooit iemand, ja, doei, zeur niet zo. Nee. Maar zeggen, ja, maar nou, anders doen we daar dan nog een vrouw. Of, dus dan wordt het wel een beetje, maar dan voel ik aan alles dat het moeilijk wordt. Ja. En, of dat mensen het gewoon niet willen. Ja. Ook omdat ze inderdaad denken, ja, maar daar vertel je dan een ander verhaal mee. Terwijl ik denk, ja, het is helemaal, je hoeft helemaal geen verhaal er verder over te vertellen. Ja. Kan gewoon daar een zwarte acteur zitten die de leraar is. Ja. Of de rechter. Of, ja. Het is niet aan mij om uiteindelijk te beslissen. En als je halverwege zo'n proces bent, kan ik niet zeggen, nou, ik stop ermee, want ik heb er geen vertrouwen in. Of tenminste, want je doet niet wat ik wil. Nee, oké. Maar dan raak je wel teleurgesteld. Of dan denk je, ja, we waren op een andere voet vertrokken. Ja, of... Ja, dat kan je zo voorstellen. Ja. Ik begrijp ook heus dat op het moment dat je een fortuin maakt, dat een kwotum dan op een andere manier, dat heel geforceerd wordt. Omdat je dan af moet stappen van je historische karakters. Hoewel ik dat toch wel een heel spannend idee vind om te kijken wat er gebeurt. En of je niet gewoon na twee scènes er wel gewoon in zit. Ja. Op het moment dat iemand het heel goed speelt. Ja, dat is een bekend voorbeeld, een Netflix-serie. Titel Bridgerton. Wel bij Bridgerton natuurlijk. Maar volgens mij is het niet zo dat het echte historische figuren waren. Nee, oké, maar het speelde zich wel af zeker, in bepaalde geschiedenis. In een hele witte omgeving. Ja, zeker. Die we gewend zijn helemaal wit te zien. Ja, dat zijn natuurlijk de stapjes. Ja. Die misschien dan eerst in Amerika en Engeland gedaan worden, voordat wij daar dan ook meer aan toe zijn. Ja, ik had zelf de indruk dat in Nederland, zeker in de filmwereld, de sfeer al zodanig was als in Engeland. Ja. Maar dat is dus blijkbaar nog helemaal niet zo. Nee. Ja, als je vraagt naar mijn verantwoordelijkheid, dan zie ik mezelf daar zeker als verantwoordelijk in dat ik mezelf daar steeds voor open moet gooien en daar mezelf daar vragen over moet stellen. Nou, wat ik wel interessant vind om van jou te horen, waar ik dan wel van geleerd heb, is de processen waar jij doorheen gaat. Om te weten, ook om soms dan makkelijker misschien een gesprek aan te gaan. En misschien helemaal niet met jou, maar wel, ik kan me voorstellen dat het ook soms inderdaad toch ingewikkeld is. Om je beeld aan te passen. Ja. 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 En dat vond ik wel fijn, dat je daar zo open in was. Nee, maar het was goed om er met je over te hebben. Ja. Mooi. Dank. Human.